hebben net 400.000 euro verloren. Okay. Oh, deze knik is toch wat scherper. Dus gaan ze dan, maar gaan ze toch over koude banden, gaan ze er langs. Ik ga er tellen. Word vervolgd. Dames en heren, jongens en meiden, een hele goede morgen en welkom bij een gloednieuwe aflevering van een serie die ik samen met Racequare en Blackstone mag organiseren. Vandaag gaan we iets heel gaafs doen. Vandaag gaan we weer simracen tegen een leuk, gezellig en bekend iemand. Hier staat mijn M4. Super gaaf, hij is er nog steeds, hij is nog niet verkocht. Misschien wel op het moment dat deze video online komt. Maar we gaan op pad met wellicht Koning Crypto. Er staat een hagelnieuwe BMW M3 Competition lijst van niemand minder dan Barry van Dopey Cash. Meneer Barry. Meneer Sam. En goedemorgen. Hoe is het? Goed, wel. Ja, lekker. Lekker. Leuk dit. Leuk, eindelijk een keer content maken staan. Eindelijk een keer. Hoe lang hebben we het hier over gehad? Best wel lang. Ja, hè? Best wel lang. En je eigen auto. M3 ja. Competition. Ja. Bevalt die nog goed, de nieuwe? Bevalt heel goed. We hadden het net al even over de stoelen. De sofa. Ja, dit is... Ik vind de buckets wel mooier. Ja. En met die carbon achterkant en zo, het is echt heel dik. Ja. Alleen comfort is echt heel ver te zoeken. Ja, nee, dat is niet top. Nee. Ik heb hem eerst op de ski gereden, toen dacht ik, wauw, dit is helemaal fantastisch. En toen daarna had ik hem een week met die stoelen, toen dacht ik, alsjeblieft niet. Nee, het is zo vet, maar nee. Samen Chris met Dopey Cash begonnen. En dat is eigenlijk een platform waarin jij mensen ondersteunt en helpt met het beginnen van trainen, toch? Dat zeg ik. Ja. Ja, dat zeg je goed. Ja. Dat zeg je goed. Wij zijn 2017 zijn we het YouTube kanaal begonnen. Ja. Voor mij begon eind 2016, begin 2017 het hele verhaal met betrekking tot traden door Chris. Ja. Chris doet al veel langer handelen in aandelen, investeren in aandelen, goud, zilver, dat soort dingen allemaal. Wat was Dopey Cash vanaf het begin al gefocust op crypto? Ja. Ja. Want Chris die zei toen, ja, crypto dat is zo interessant, daar moeten we echt iets mee gaan doen. Ja. Ik had zoiets van, ja, ik snap daar allemaal geen ballen van, ik heb daar helemaal geen kaas van gegeten. Ja. Toen is dat voor mij allemaal gestart. En eigenlijk komt dus ook alles wat ik nu weer weet van Chris en geven wij dat nu samen weer door aan andere mensen via het YouTube kanaal. Ja. We hadden zoiets van, ja, wat er op internet staat, dat is niet, er staat gewoon echt veel rommel op internet. Ja, absoluut. En wij wilden de mensen voorzien van informatie waar ze echt iets aan hebben. Wat legit is, ja. En gewoon laten zien wat wij doen en hoe wij dat doen. En mijn weg daar naartoe en waar ik nu sta, staat gewoon helemaal online. Je merkt ik gewoon. Was een zwoeger. Ja? Ja, ja, ik heb altijd vanaf mijn 16e, ik had zoiets van ja, school, allemaal leuk, maar dat is niks voor mij. Nee. Weet je, ik ben niet een studiebol, ik hou er niet van. Nee. Ik was 16 en ik wilde gewoon gaan werken. Ik heb altijd in de logistiek gezeten, eerst in de verhuizing en toen aan de havens schepen verladen en lossen met vis. Ja. Dat is de hoofdtaak die wij hadden eigenlijk. Okay. En dat was gewoon buffelen. Dat was gewoon zwaar werk. Dat was vroeg op, laat thuis. Ja, en tijdens dat werk begonnen met Dopey Cash. Dus een baan waarbij je gewoon dik 40 uur. Ik zeg dik 40 uur. Ja. Het was gewoon echt heel druk. Dik 40 uur per week werkt. En dan daarnaast dit doen. En daar hebben wij het ook in video's wel vaker over gehad. Weet je, heel veel mensen zien dat niet. Een YouTube kanaal, nou, dat weet je zelf. Dat kost gewoon verschrikkelijk veel tijd. Dat valt zo tegen. En veel mensen die zullen waarschijnlijk zien. Ja, een videootje opnemen, dat kost 10 minuten. Want je post 10 minuten op YouTube. Dus dat kost ook 10 minuten. En het editen, dat is gratis. Ja, dat is geen tijd. Ja, maar de mensen zien je alleen op het moment dat je op het beeld bent. Ja, en niet wat er allemaal aan vooraf gaat. Nee. Dus 40, 50 uur per week werken. En daarnaast, 40 uur hiermee bezig zijn. Makkelijk. Dus, want het uploaden is ook niet simpelweg eventjes een videootje op YouTube zetten. Nee. Je probeert natuurlijk na te denken over wat is de juiste thumbnail, wat is de juiste titel. Hoe lang ben je bezig met een thumbnail en een titel? Ja, dat kost ook soms gewoon uren tijd. Maar wat ik vooral het verschrikkelijke vind, en dat merk ik nu eigenlijk omdat mijn eigen bedrijf echt heel druk is, dat zie je echt terug. Ja. En dat vind ik zo jammer. En ik ben ook echt heel erg aan het denken van hoe kan ik daar nou bepaalde dingen van uit handen geven inderdaad. Ik vind het heel lastig om mijn eigen video's qua editing uit handen te geven. Ja, snap ik. Hier gaat mijn vriendin heel blij mee zijn met deze hobbel. Je vriendin of jouw auto? Dit gaat ze nooit halen. Je vriendin of jouw auto? Allebei. Ik ga het ze nooit halen. Ik zie er al kijken in de achteruitkijkspiegel die denkt, oh jee. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Oh, jee. Kijk. Ik ga er tellen. Word verwonnen.
toen van 1000 nog dezelfde dag naar 3000. Dus dat ging nog goed. Ging nog steeds goed. Dat ging nog steeds goed, inderdaad. Nog steeds geen winst genomen toen? Nee. Oké, okay, ja. Nee. Ja. Want wij dachten, uiteindelijk is het nog steeds... Ja, voor ons was het nog steeds 100 euro. Dus heel herkenbaar, ja. Dus wij dachten, nou ja, weet je, volgende dag, het werd al een beetje minder. En wij dachten toen, nog één keer. Ja, maar dat is het vaak. Nog één keer. Dat is het vaak. Maar dan ben je eigenlijk meer bezig in de mindset van een gokker. Oh. Nou, nog één keertje, dan nog één keertje. Oh. Want als we dan naar 10.000 gaan, dat zal wel lekker zijn. Ja. Maar als je dan naar 10.000 gaat, zeg je de dag daarna ook. Ja, nog één keer. Ah, nog één keer. Ja, maar dat is het wel. Is makkelijk. Ja. Ja, en daar ging het echt fout. Want daar gingen wij gewoon weer van 3.000 naar 50 euro. En uiteindelijk verlies je dan, stel je verliest alles, verlies je nog maar 100 euro. Tuurlijk. Zou je denken. Maar je had wel 3.000 euro op de balans bij kunnen schrijven. Dat is het verschil. Ja, dus dat inderdaad. Dat kijk, je ziet er dan en je denkt, oké, weet je. Theoretisch gezien heb je 50 euro verloren. Ja. Maar in de praktijk heb je natuurlijk gewoon echt klein dom iets gedaan. Ja, voor je gevoel heb je inderdaad maar 100 euro verloren. Maar als je kijkt naar de winst die je had, en dan heb je gewoon 3000 euro in de plomp gegooid. Ja. En we gaan gewoon 20, 30, 40 projecten kopen. En we stoppen in elk project 300. Was toen prima prijs. Ja. Daar wij dachten, we gaan 300 investeren in een x aantal projecten. Oké. Okay. Dat gedaan. Toen hadden we een coin gekocht. Vibe heette die. Vibe? Vibe. Oh, dat klinkt gewoon al dat je denkt. Ja, dat was dat werkte met 3D beelden en dan kon je vanaf je huis bij je concert zijn en weet ik wat. Toen kwam hartstikke mooi, okay. Prachtig. Ja. Was niet eens zozeer de reden, we wilden gewoon met hagel schieten en Vibe was er één van. Kregen we 40.000 coins voor die 300. Oh. Werd gelist aan Binance. Ja, dat deed toen heel erg veel. En coin ging naar bijna... Coin ging naar bijna $10 een stuk. Zo! Dus 400.000. Met je investering van 300. Want we hadden 40.000 coins. $10 een stuk. 40.000. 400.000. Dus dat is echt insane. Maar ik kwam binnen 's morgens in de studio. Toen nog ons oude studiootje. Chris Lijkwit. Ik zeg, ben je niet lekker? Ja, we hebben net 300.000 euro verloren. Ik zeg, wacht even. Ik zeg, ik ga even koffie zetten. Ik kom zo bij. Kom terug. Hij zegt, we hebben net verschrikkelijk veel geld verloren. Ik zeg, hoezo dan? Hij zegt, vannacht is Vibe gelist aan Binance. Hij zegt, spike omhoog. Daarna direct in elkaar gestort. Hij zegt, dus als ik vannacht verkocht had, hadden we gigantisch veel geld gehad. Nu, ietsje minder, maar ik ga niet verkopen hoor. Nee. Maar hou vast. Terwijl je 300, dat was nog. Nee, dat was meer over. $180.000 was er nog over of zo. Zo. Maar hij zegt, nee, vasthouden. Want deze gaat wel weer omhoog. Ja, ging dus niet. Uiteindelijk hebben we het verkocht voor $60.000. Maar we hebben 300 geïnvesteerd, hè. Alleen het voelde wel als een groot verlies. Ja. Omdat je op 4 ton had gestaan. Dus dat zijn dingen... daar leer je mee omgaan. Zeker. Blijft achteraf een mooi verhaal, maar blijft kut, weet je. En qua winsten, ja, wij hebben ook percentages gehaald op trades waarbij we gewoon in één keer 1000-2000% pakten. En dat is met ICO's is dat ook geweest. Dus ja, dat is insane. En is dat omdat je dan zo goed bent of omdat je dat weet? Nee, dat weet je niet. Met geen enkele investering. Nee. Wij zeggen altijd, als iemand jou van tevoren zegt, dit gaat er gebeuren, dan en dan staan we op die en die prijs, dan moet je je omdraaien en keihard weglopen. Want niemand weet dat. Nee. Heel veel mensen denken ook vaak dat traden voorspellen is. Nee, wij weten ook niet waar de prijs morgen staat. Nee, alleen ik weet wel, we staan nu hier, ik heb boven mijn level en ik heb onder mijn level. Ja. En op die twee scenario's speel ik in. Ja. Je kan zowel long als short in de markt, dus je kan naar beneden treden en naar boven. Dus wij spelen in op alle scenario's die daar liggen en wij worden ook wel eens uitgestopt. Maar op het moment dat wij uitgestopt worden, weet ik precies wat ik verlies. Want in mijn risicoprofiel kan ik 1% verliezen per trade. Ja. Dus ik weet van tevoren precies wat ik kan verliezen, maar er staat wel een grote winst tegenover. Ja. Dus ja, als je daarmee speelt en je maakt meer winst dan verlies, verlies je geld. En dat is in de basis een beetje wat wij doen. Dat gaat best goed voor mij. Dat gaat lekker. Dat gaat lekker. Alright, ben je in de chip? Ja. Zit je goed? Ik zit lekker. Ben ik klaar voor?
Ja, goed. Nou, we hebben dus zometeen 15 minuten de tijd als zijn een oefening om even bekend te worden met de auto, de pedalen, de stuur, zitpositie en natuurlijk de baan. Je snelste tijd daar is de kwalificatietijd. En dus inderdaad daarvan het verschil, als er überhaupt een verschil is, is mijn handicap. Maar ben je confident genoeg om boven de 2:30 te gaan? Ik stap nu letterlijk voor de derde keer mijn leven in de zin. Goed. En ik heb twee keer een uurtje gereden hiervoor. Dus ja, ik ga het zien. We gaan ons best doen. 2:29, 2:28? We gaan best doen. Goed. Let's go. Het is altijd zo heerlijk om te zien hoe de mensen voor de eerste keer de Eau Rouge hebben. Dus allemaal in het begin vrij behouden en dan is het toch van, oh, deze kring is toch wat scherper. Dus gaan ze dan allemaal, gaan ze toch over koude banden, gaan ze er langs. Maar de eerste rondje onderweg. Het ziet er best wel goed uit. Gewoon solide, gewoon rustig begin inderdaad. Wordt hard geremd. Dus ik ben benieuwd of we de 2:30 van Martijn gaan verslaan. Zit erop jongen? Ja. Hoe vond je dat het ging? Glillen, glijden, ja. Maar. Ja, het is vet, hè? Ja. Een 2:32.513 heb je gereden, dat is 2 seconden sneller dan Martijn reed in de kwalificatie. Maar nu de race inderdaad. Ja. 2:19 heb ik gereden, 2:32, dus 13 seconden verschil. Keer 5. Dat is wel een stuk. Goed, lekker. Dat is perfect. Ben je onderweg, ik moet 40 seconden wachten. Links onderin zie ik hem. 10 seconden zijn we onderweg. Vorige keer had ik nog een rondje gereden, maar nu is hij echt koud hoor. Terwijl ik alweer mijn eerste fout maak. Hoe was het? Ja, super tof. Ja. Super tof, maar het is echt, ik besef me wel weer even dat het gewoon lastiger is dan dat je denkt. Ja. Weet je? Je denkt, ik ga erin zitten, ik ga knallen, maar ja. Je kan helemaal niet knallen. Hetzelfde met wat ik zeg met treden. Je wil gelijk vol gas, maar je kan niet vol gas, want je kan het helemaal nog niet. Ik kan het nog niet goed. Nee. Maar dan gaan we aan weg. Je ziet het en dan denk je van, ja, koopman is toch een spelletje. Dat, maar ja. Je weet, als je het ziet, dan is het enige wat je ziet is hoe het gaat. Ja. Maar als je rijdt, voel je het natuurlijk ook. Je voelt alles. Je stuurt, je voelt heel goed wat die auto doet en zo. Ja, dat maakt vet. Ja, maar toch prima tijd neergezet. En ik weet sowieso één naam. Daar sta jij sowieso boven. Nou ja, dat mag ik hopen. Anders moet je sim verkopen. Dat vreemd anders dan. Dan krijg je geen sim. Is goed. Dat zou echt zijn zo meteen met één arm.
Dat zou echt slecht zijn. Maar goed, nogmaals, ik ga de aankomende 2 weken dat ding niet meer uit gewoon. En als we dan de volgende keer gaan rijden, dan moet het wel een stukje beter gaan. 231.5. Dit is wat het zo is. Zo close. Maar, deze heb je verdiend. Kijk. Dat bij is hele dat. Toffe Blackstone schoenen. Ze zeggen, pak ze uit. Okay. Ben benieuwd wat je ervan vindt. Ze dik. Fresh, hè? Ja, die is zo goed. Lekker. Ik had deze nog niet gezien. Martijn had weer een hele andere uitgekozen ook. Dus dat vind ik ook echt leuk inderdaad. Ik denk zomers wit, lekker fris. Tot nu toe heeft iedereen ook compleet andere schoenen uitgekozen. Ja, dus ik denk ook dat het leuke is, ook aan YouTube en content maken met anderen. Iedereen is gewoon heel anders. Ja. En uiteindelijk in het ondernemen wil je allemaal hetzelfde. Ja. Iedereen doet het op zijn eigen manier en dat is heel erg tof. Ja, ik denk dat dat een beetje het verhaal was van deze aflevering inderdaad. Ja, tof man. Ik vond het onwijs fijn dat je erbij was. Ik wil onwijs bedanken voor je tijd. Geen dank. Dat je afscheid kon nemen van je nieuwe huis, heel eventjes. Ja. En dat je hierbij wilde zijn. Super cool. 11 mei zie ik je. Ja. Super cool. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet Blackstone niet te volgen. En natuurlijk neem een kijkje op het kanaal van Dopecash. Als je nou meer wil leren over traden, de ins, de outs, beginnen, hoe begin je. Als je er meer over wilt weten, check hun kanaal. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En laat in de reacties weten welke jullie volgende week willen zien.